Ecodesign is meer dan het ontwerpen van een ecologische productverpakking. Duurzame productinnovatie is creatief en ecologisch omspringen met de hele levenscyclus van een product. De CIS Toolkit van OVAM kan u daarbij helpen. Er zijn veel bedrijven, KMO's, grote ondernemingen in Vlaanderen die aan duurzaamheid willen werken, maar niet elk bedrijf weet precies hoe daaraan te beginnen. Het is nogal een groot en complex probleem en het ontbreekt hen soms aan de handvaten om ermee van start te gaan. Met de CIS Toolkit, wat staat voor Sustainable Innovation System, wil de OVAM daarvoor een oplossing bieden. De firma Winwat is gespecialiseerd in hernieuwbare energie. Duurzaam ondernemen op lange termijn is ook voor hen heel belangrijk. We hebben lang gezocht naar een toolkit die compatibel is met de 21ste eeuw. Daarmee bedoel ik al de stakeholders en de manieren van werken die we vandaag tegenkomen, zoals social media, zoals recyclage, zoals social capital en dergelijke, om eigenlijk het volledige plaatje te kunnen structureren en zo Winwat weer een lange termijn te geven. De CIS Toolkit bevat een heel aantal vragen die je met de bedrijfsleiding of het bedrijfsmanagement of eventueel zelfs met de hele onderneming kan gaan beantwoorden in een brainstorm of in een workshop. Heel concreet ga je dan aan de hand van verschillende aspecten van duurzaamheid, het ecologische aspect, het economische aspect, het sociale aspect, op zoek naar verschillende oplossingen voor je product of de diensten die je als onderneming biedt. Ik denk dat het als bedrijf en als ondernemer altijd belangrijk is om met de toekomst bezig te zijn. Daarvoor moet er tijd zijn. Ik denk dat zo'n toolkit u toelaat om die tijd te nemen en zo eigenlijk die lange termijn tijdig in kaart te brengen. Dus ja, ik denk dat dat een zeer interessante tool is. Bij OVAM heb je de keuze om naast de toolkit ook de nodige begeleiding te krijgen om het geheel in de praktijk om te zetten. Voor meer informatie kan u terecht op de website www.ovam.be/ecodesignlink. Ook de lijst van begeleiders vindt u daar terug.